Waar heb je het meeste energie uit gehaald vroeger? Dat is ook een goede vraag. Toen ik naar mezelf keek, dacht ik, oh ja, ik vond het leuk om mensen te activeren. Vooral als ik het zelf ook gedaan had, weet je wel, en dat was met drones dus ook. De toegevoegde waarde van moet zien van, wat kun je er allemaal mee, net op jezelf toepassen. Van, ik doe nu dit, hoe kan een drone bijdragen aan mijn eigen droom? Ik leerde mensen eigenlijk vliegen. Ik werkte bij een groot evenementenbureau. Ik gaf dus workshops over drones. En dan begon ik eigenlijk mijn verhaal met, waar stonden we eigenlijk met drones? Wat was de eerste drone? En altijd was dat meer dan mensen dachten, dat je ermee kan. Ja, dat is wel bijzonder, want die toekomst daarin is gewoon zo gigantisch. En ze zeiden, we zijn al zoveel verder dan de meeste mensen denken. Ik ben altijd wel iemand die mezelf graag ontwikkeld. Dat je niet naar de limitaties kijkt, maar naar wat allemaal wel kan. Dat is ook iets wat mij heel erg drijft, innovatie. Misschien nog niet eens het apparaatje zelf, maar meer alles eromheen, de impact die het kan hebben. Ja, ook bijvoorbeeld levens redden. Ja, het brengt heel veel nieuwe contacten, heel veel nieuwe inzichten weer. Het is echt een frisse start van waar je was, zeg maar. Ja, je creëert gewoon heel veel nieuwe kansen ermee, dus video's, filmpjes. Je kunt er heel zakelijk mee omgaan, je kunt er heel duurzaam mee omgaan, de natuur. Niet de standaard nastreven. Dat heb ik van Charles Bukowski. die zegt ook van, don't swim in the same slough.